is weer vrijdag. Het is de 16e november en het is 11:34 en ook nog hoesten ook. Hey jongens. Wat? Nou, mijn excuus. Ik ben Corina, zoals jullie al weten. Corina Luisterburg, de jong eerste naam. Oftewel, Corina en de Weesterboel. Want ja, beestjes heb ik wel. Dat is meneer Frodo, met die lampenkat daar ook. Ja, die mag je graag zelf kapot eten. Vandaar die lampenkat. Dan loopt er hier mijn prinsesje rond. Dat is Eowyn. Hè? En meneer Gandalf, ons tovenaar, die loopt denk ik ergens buiten of die is erboven. Eén van de twee, dat weet ik niet. Zit je op de wc? Wat had de brievenbus gedaan? Dat betekent. Dan ga ik zo meteen achteraan bellen, want ik pik dat niet. Want ik zit op de wc, er is niet gebeld. Gooi ze het wel door de brievenbus, dus ik kom maar weer. Ik heb het nodig. Simpel. En het is meester hier. Ik kan niet tegen de mist, ik heb COPD. Dus ja, dan gaat het niet goed. Ik heb hier een stoep voor mijn deur. En daar zit een gele streep die wel onderbroken is. Dat wil zeggen, je mag minimaal een kwartier parkeer verladen en lossen. Let op, ik laat jullie wat zien. Er staat hier een witte bus, transporter. En die stond er gisteravond al, die staat er nu nog. Er staat wel een zwarte auto erbij voor een brandbeveiliging. Wat ze hier op mijn stoep moeten doen, ik weet het niet, hè. Ja. Leuk, hè? Oh, Kandel zit hier. Ha, hi. Kereltje. Ja, er stond bij tegen het parkeerterrein aan. Stond er nog een andere zwarte joekel. Met een zwarte joekel erboven erop. Ja. Dat was dus eentje die auto's komen halen of auto's komen brengen. Die stond daar geparkeerd, ergens aan de koffie, want het heeft een hele tijd daar gestaan. Als er nou eentje weg had gemoeten, had niet gekund. Nee, dan moet je zo krap, dat had niet gekund, want dan had hij, nee, dat had niet gekund. Stel je voor dat er in het ziekenhuis moet, of weet ik van wat, met spoed weg. Had niet gekund. Hoe dom kun je wezen? Ook al ben je van een bedrijf. Zet je auto ergens veilig neer, ergens waar een ander uit kan komen en blokkeer niet uitgangen van parkeerterreinen of poorten of andere deuren of wat dan ook. Er zijn meer mensen, niet jij alleen. Ik kan daar zo heel erg boos om worden dat men enkel maar aan zichzelf denkt. Ja, ik heb gezegd. Punt. Ugh. Maar in ieder geval. Ik wens jullie allemaal, ondanks dat het mistig is, toch een happy day. Wees blij en gelukkig. Ja, ik zit hier in de herrie. Hij timmert weer. Daar. Misschien dat jullie het hier beter horen. Dat is daar. Ja, dat zal de hele middag wel weer gaan duren. Nee, gezegend mee, hè? Dat is al een hele week zo bezig. En dat moet je dan prettig vinden. Oh, ja, zijn papa is er ook weer. Of gaat hij nou net weg? Nee, die komt er net weer aan. Zijn vader, ja. Maar oké, in ieder geval, ik denk ook dat die zwarte auto van brandbeveiliging ook hiernaast is. Ik weet het niet hoor. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Dan behoren ze nog niet op een vlak in mijn keuken te parkeren. Er zijn parkeerterreinen, weet je. En achter hebben we ook een parkeerterrein. Vlakbij de Buurmans en Poort is een parkeerterrein. Ik zet die auto daar dan neer. Ruimte genoeg. Vlakbij de achterpoort. Ik kan zo de boel naar binnen slepen. Klaar! Maar nee, wordt niet gedaan. Nee. Laat maar gaan. Hé, hey, Jeff Alberts in de film van Sinterklaas. Boodschappen, och heren. Leuk. Leuk, leuk. Nou oké, okay. Maakt niet uit. Daar heb je lol om. Oké, okay, geweldig.
Nou, enig. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Dus Astrid die komt trouwens, dan weten jullie het even. Ik weet niet of ik kan vloggen. Nee, maar merken we wel. En anders tot vanavond. Doei doei! Ja, lieve vrienden. Astrid die staat even buiten te roken. Want het mag niet in mijn huisje gedaan worden. Nee, nee. En ik ben bezig met mijn koffie op te drinken. Astrid die heeft het nog allemaal staan. Ik heb hem al half leeg. Die witte bus. Nou, er is nog nooit niet iemand bij geweest om hem weg te halen of wat dan ook. Maar ik weet wel waar die persoon zit. En dat is inderdaad hiernaast. Ja. Nou, ik bemoei me er wel niet mee. Ik heb nou 2 berichten naar de handhavers gestuurd, naar de gemeente. En als ze niet komen, is het niet mijn zorg, maar die van hun. Ja. En of je nou aan het werk bent, je mag daar niet parkeren. Niet zo lang. Nee. Maar oké, maakt allemaal verder niet uit. Frodo is ook buiten samen met Astrid. En Eeuwen die legt op haar troon. Ook zo lief. Die is zo lief. Hé, zo lief hè. Hé, meisje toch. Ja. Hé, is muisje. Is een muisje. Zie je wel, muisje. Is een muisje, hè? Ja. Frodo! Frodo! Kom maar. Kom, lampenkat. Zo. Is het koud, hè? Is het koud, hè? Oh, het is koud. Ja, het is koud. Zeker, hè? Ja. Ja. Klopt, ook correct. Dus ja, de wasmachine draait. Komt ze achter. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Doen wij ook. Doei doei! Goedenavond, lieve vrienden. Ja, we zijn er weer. Astrid is alweer een tijdje weg. Ik heb eventjes televisie gekeken. Het hondje en mijn poesjebeestjes, oftewel Frodo en Eeuwen en Kandel, we hebben eten gehad. Wij, Astrid en ik natuurlijk ook al. En ja, het is nog vol op de avond, het moet nog 8 uur worden. Ik weet niet eens hoe laat we leven, ik zal even kijken. We leven om, het is net 7 uur geweest, 7:02. Ja, en het is ook nog steeds de 16e, ook dat nog. Dus ja, ik wens jullie allemaal een genoeglijke avond. Geniet ervan met wat jullie doen gaan. Het is vrijdag, dus ja, degene die gaan te stappen, zou ik zeggen veel plezier. Hou je hoofd koel, oftewel drink niet te veel, want anders krijg je alleen maar ellende en dat is ook niet de bedoeling, dacht ik zo. En moet je nog de deur uit met de auto? Wees voorzichtig en als je alcohol nuttigt, laat je dan rijden. Ja, en doe niet onvoorzichtig en onverstandig. Want je komt niet alleen nog zelf het ziekenhuis in, maar je neemt er vele meerdere waarschijnlijk dan mee. En dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus hou het fatsoenlijk en hou het goed bij je hoofdje. Dan kan alles goed komen. Ze zeggen, geniet van alles. Ik blijf lekker thuis, ik ga televisie kijken en een vlog in elkaar zetten van gisteren nog. Ja, gisteren geloof ik. Ja. En YouTube en Facebook. Ja. Dus ze zeggen, tot later.